Mijn gemiddelde werkdag begint eigenlijk elke dag om 6 uur als de wekker gaat. Dan loop ik 's morgens vroeg even een rondje met de hond voordat ik op mijn fiets stap. Dan stap ik meestal zo rond 6:30 op mijn scooter en dan ga ik naar het ziekenhuis. Ik ben dan meestal rond de klok van 7 uur. En dan maak ik een rondje over onze verpleegafdeling. En dan daarna om 7:30, zeg maar, na een bak koffie gaan we met de overdracht beginnen. Ik ben Pieter van der Woestijnen. En ik ben opgeleid in het Erasmus MC en ook werkzaam daar als cardiothoracaal chirurg voor aangeboren hartafwijkingen. Ik ben Wouter van Leeuwen. Ik ben kinderhartchirurg in het Sophia Kinderziekenhuis Kindertorencentrum in Rotterdam. Goedemorgen. Hi. Nou, ik zal even zo doen, dan kan je mijn gezicht zien. We gaan de klep, die bij jou niet meer goed werkt, de hartklep, de aortaklep, die lekt bij jou, daar gaan we de hartoperatie voor doen. Ja. En het doel van de hartoperatie is eigenlijk om je klep eigenlijk weer goed werkend te krijgen. Ja. Ja. Ik ga altijd langs de ouders om de laatste vragen nog een keer te kunnen beantwoorden. Van ouders of van de patiënt, als die zelf ook al vragen kan stellen. En bij elke hartoperatie die we gaan doen, leggen we ook altijd uit wat er eventueel mis zou kunnen gaan in het traject tijdens of na de operatie. Als je er van tevoren goed met elkaar over praat, dan begrijpen ouders dat ook. Ouders begrijpen heel goed dat je geen garanties kan geven, dat je niet kan beloven, ik weet zeker dat we hier en hier gaan uitkomen of dat het absoluut goed gaat komen. Oké, lekker slapen. Oké, Stan. Wat rusten, jongen. Kindertorkcentrum is een initiatief in het Sophia Kinderziekenhuis waar meerdere disciplines samenkomen om kinderen met afwijkingen aan de organen in de borstkas zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Wat uniek is aan het Kindertorkcentrum in Rotterdam is dat we als enige centrum in Nederland ook harttransplantaties en steunharten uitvoeren bij kinderen. Het grote verschil tussen hartoperaties bij volwassenen en bij kinderen is met name het feit dat bij kinderen zoveel verschillende afwijkingen voor kunnen komen en je dus op veel terreinen getraind moet zijn en ervaring moet hebben. Nou, heel veel technieken zijn natuurlijk allemaal hetzelfde, maar bij kinderen is alles dus kleiner. Dus dat vergt wel dat je dus alles, ook alle handelingen, in het klein nog secuurder eigenlijk moet doen. Operaties bij aangeboren hartafwijkingen zijn heel divers. Er zijn wel een aantal afwijkingen die vaak voorkomen. En dan moet je vooral denken aan een gaatje in het tussenschot tussen de hartkamers. Of een vernauwing van een uitgang van het hart of een longslagader. Maar daarnaast zijn er een heleboel afwijkingen die maar relatief zelden voorkomen. Waarbij ook nog een groot deel kindergeneeskunde en zorg daarom is. Of kinderen die ook andere aangeboren afwijkingen hebben. Dus vandaar dat wij eigenlijk ook verpleiten om dit soort operaties te doen in een centrum waar ook alle andere specialismen vertegenwoordigd zijn. We zijn met name in die ene geïnteresseerd die we natuurlijk gerepareerd hebben. In het midden van het hart zie je iets knijpen, dat is de hartkamer. En dan op 1 uur, 2 uur zo'n beetje, daar zie je iets wat heen en weer gaat. Dat is de gerepareerde klep. Iets van een dikke buis naar 2 uur gaan. Dus voor nu zijn we best tevreden eigenlijk. Het Kindertorencentrum is klaar voor nog meer patiënten als dat nodig zou zijn. Wij zouden graag ons team versterken en groeien om de expertise te bundelen. Goedemiddag, met dokter van Leeuwen van de kinderartschirurgie. Ja. Hallo, we zijn klaar met de operatie van Stan. Het is allemaal goed gegaan. Het mooiste van het vak van dokter zijn is dat je mensen beter kan maken. Dat je mensen blij kan maken met een stukje gezondheid en toekomst wat je mensen kan geven. Want zonder operaties kunnen bepaalde kinderen het niet halen tot de volwassenheid. Dus die mensen geef je echt letterlijk een toekomst. En als je daar zelf als professional van dat werk ook heel erg voldoening krijgt, dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Wij zijn denk ik veel te...